Jong PEC Zwolle speelde maandagavond de bekerfinale voor belofte teams tegen Jong SC Cambuur. En in de halve finale versloeg de ploeg van Albert van der Haar Jong Willem II. En Jong SC Cambuur bereikte de finale door te winnen van Jong SC Heerenveen. En voor de ruim 1500 aanwezige supporters begon de ploeg van Albert van der Haar sterk. Met Rogier Benschop. Legt hem af op Israëlson, maar het schot van Israëlson wordt gekeerd door doelman Pieter Bos. Na de grote kans voor Jong PEC Zwolle krijgt Jong Cambuur de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Rutger Etten. Etten legt hem af op Boetsemaar. Boetsemaar vanaf links de 16 meter in, haalt uit en via de vingertoppen van Mike Houtmeijer belandt de bal in het doel van PEC Zwolle. En zo leiden de bezoekers na 11 minuten met een 0-1 voorsprong. Jordi den Hoed. De bal terug op Jordi den Hoed. Legt hem terug op Van Haren. Het schot van Haren. In de rebound Etten. Maar weer de redding van Houtmeijer. Narsing. De voorzet van Klaver. En dan wordt de bal uiteindelijk weggewerkt. En zo houdt keeper Mike Houtmeijer zijn ploeg in de wedstrijd. Dan de corner voor Jong PEC Zwolle. Voor de voeten van Jochem van Putten. Van Putten haalt in één keer uit. Maar doelman Bossen redt uitstekend. Etten. Rutger Etten met de steekpaas op Virgil Narsing. Narsing blijft rustig, omspeelt Houtmeijer en maakt de 0-2 voor Jong SC Cambuur. En zo zorgt de oudspeler van PEC Zwolle ervoor dat Jong PEC Zwolle gaat rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft gaat Jong PEC Zwolle op zoek naar de belangrijke aansluitingstreffer. Van Wijnen. Vindt Van Putten. De bal bij Partyshek. Het schot van Partyshek, maar op de handen van Pieter Bos. Mark Bruintjes met de vrije trap. Komt bij Stijn van Ark. Van Wijnen. Weer terug bij Van Wijnen. Maar Bas van Wijnen schiet de bal ruim naast het doel van Jong SC Cambuur. En zo krijgt Jong PEC Zwolle mogelijkheden in die tweede helft. Zwart. Benschop. Benschop stoomt op links. Speelt knap twee man uit. Rogier Benschop richting het doel van Jong SC Cambuur. En de aanvaller schuift de bal keurig binnen en brengt PEC Zwolle met nog 20 minuten te spelen weer terug in de wedstrijd. Houtmeijer. Van Ark. De bal wordt veroverd door Danny van Haren. Het schot van Haren, maar de redding van Houtmeijer en de paal voorkomen een doelpunt voor Jong SC Cambuur. In de allerlaatste minuut nog een corner voor Jong PEC Zwolle. Weggestompt door Bos. Partyshek. Van Ark brengt de bal nog één keer in. Wordt weggekopt. Diep op Jordi Scholz. En dan kan de ingevallen Scholz de wedstrijd beslissen voor Jong SC Cambuur. En daarmee wint de ploeg uit Leeuwarden het bekertoernooi. Albert van der Haar, waar verliezen jullie deze wedstrijd? Verliezen deze wedstrijd eigenlijk dat wij in de omschakeling twee keer geslacht worden. En uiteindelijk misschien wel vaker. En daardoor krijgen we de goals tegen. Ik denk dat als je de hele wedstrijd bekijkt, dat wij misschien wel het meeste balbezit hebben. De meeste corners creëren. Laat maar staan. Maar ja, je moet een wedstrijd gaat duurt 90 minuten. Hè, en je tegenstander scoort er een meer. Dat is de realiteit. Ik vind dat wij prima gedaan hebben en meer dan ons best gedaan hebben. Hè? Want daar ging het uiteindelijk om. Hè? Je hebt nog één kans en alle spelers die willen zo graag. Hè? Wat ik al aangaf van jongens uit de eigen opleiding die de laatste kans is om nog iets te pakken wat je een goed gevoel geeft. Ja, als je dan ziet hoe de jongens erbij zitten, dat doet wel even wat met een trainer. En ik denk van... Maar aan de andere kant ben ik ook wel trots op ze dat ze het hele seizoen zo volgemaakt hebben en op twee fronten meegestreden. Maar ja, en we staan wel met lege handen, dat is de harde realiteit. Door een aantal foute passen in het middenveld, dan geef je het gewoon weg met hun diepte en hun snelheid. Ja, dan sta je met 2-0 achter en dan loop je achter de feiten aan. Ja, dan moet je een stuk recht zetten weer. Ja, meer dan die twee kansen hadden zij ook niet echt, hè, in de eerste helft. Nee, klopt. We gaven op zich niet heel veel weg. Mike pakte er een aantal heel goed. En voor de rest hebben wij gewoon zoveel kansen waar er geen één van ingaat in de eerste helft. En dat is heel zonde. Ja, je gaat met 2-0 achterstand in rust in. Toch wel knap dat jullie zo terugknokken in die tweede helft. Ja, nou ja, dat was het enige wat eigenlijk telde. Van, hoe
kunnen we het voor elkaar krijgen dat we weer in de wedstrijd komen. En uiteindelijk gebeurde dat ook in een omschakelmoment. Dat Rogier goed zijn snelheid gebruikte, een goede actie en een goal maakte. Maar het geloof erin houden om weer terug te komen in de wedstrijd, daar gaat het uiteindelijk om. Zij gaan met 2-0 de rust in. Misschien wel iets gemakzuchtig. En wij moeten dan zorgen dat we er een tandje erbij doen. Nou ja, we hadden sowieso het vertrouwen omdat we heel veel kansen hebben gehad. Dus dan blijft dat vertrouwen zeker en dat spreek je ook uit in de rust. Maar zeker als je die goal maakt, dan gaat dat vertrouwen natuurlijk nog een boost geven. En dan klap je er nog extra hard tegenaan. Maar ja, dat mocht helaas niet baten. Het gevoel van vandaag en het gevoel van vorige week zal wel overheersen op dit moment. Maar als je terugkijkt op dit seizoen, het was wel een mooi seizoen, toch? Nee, ja, ik heb met deze groep hartstikke goed kunnen werken. We hebben veel punten gepakt in de competitie. In de oefenwedstrijden die we speelden, we hebben altijd plezier gehad met elkaar. Ik zeg al, die groep die gelooft er nog in. Ik denk dat er heel veel spelers met één meegetraind hebben. Wie dan ook. Als je gewoon even de hele rijtje afgaat, dan denk ik dat we dat voor alle individuen in onze spelersgroep hebben ze het maximaal eruit gehaald.